Beste mensen, we gaan nu naar de presentatie. En ik heb gelukkig ook een heleboel sheets met u te delen. En het leuke was toen ik hierheen reed. Hè, ik ben een van de gelukkige advocaten. Dat heeft u in het filmpje gezien. En als je jezelf op die film ziet, dan is het ook naar de vijfde keer heel confronterend. Als je zo groot in beeld komt. Maar ik ben een van de gelukkigen die in de live omgeving van Kei met FOP-zaken mocht werken. En dat was een hele eer, maar het was ook heel leuk om te doen. Waarom? Omdat je toch invloed... Nou, je hebt helemaal geen invloed, maar je kunt ermee werken, je kunt ermee experimenteren, je kunt dingen opzettelijk fout doen in de hoop dat het systeem in de war gaat. En soms gebeurt dat en worden continu dingen verbeterd. Dus de ene keer zie je een scherm, nou heb je kritiek op wat er gebeurt en de volgende keer... Zie je dat er toch weer verbeteringen zijn aangebracht. En ik weet nog steeds niet op welke knop ik moet naar boven of naar beneden drukken. Naar beneden. Werken met dit systeem is leuk, omdat het vernieuwend is. Vind ik het altijd niet helemaal vervelend om met een computer te werken. En ze zeggen wel eens, als je bij bol.com iets kunt kopen, dan kan je dit ook. Nou, een van mijn partners die zeker bij bol.com geen boek kan kopen, die kon dit ook. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Waarom zijn er zoveel cursussen? Waarom zijn er zoveel presentaties? Omdat het toch anders is. En je kantoororganisatie en je eigen wijze van werken moet er wel op worden aangepast. En daarom sta ik hier. We hebben net van Celinde gehoord. En ook Celinde heeft laten zien met hele mooie, duidelijk leesbare sheets, waar ik jaloers op ben. Maar hoe het eruit ziet. Dus u heeft al een look and feel met wat u kunt doen, hoe het eruit ziet, hoe het gaat. En wat ik nu ga doen, is toch een beetje proberen aan te geven vanuit mijn eigen perspectief, wat je als advocaat en wat je als advocatenkantoor eigenlijk zou kunnen of moeten doen om hierop voorbereid te zijn. En waar ik benieuwd naar ben, is wie bij u al heeft nagedacht of al zelfs voor de toekomst voor Kei civiel beslissingen heeft genomen. Mag ik even wat handen zien wie er al actief is geweest en beslissingen heeft genomen of al voorbereidingen heeft getroffen? Oké, dat zijn toch overweldigend 4 handen. En als ik mag vragen wie denkt, zoals ik meestal, weet je, tegen de tijd dat we het verplicht moeten doen, gaan we eens even naar kijken en beslissingen nemen. En een heleboel mensen die dat niet durven te erkennen, maar toch wel meer dan net. Bij ons op kantoor is dat niet anders, maar wij zitten nu in dat project. En het voordeel daarvan is dat wij er allemaal over moeten nadenken. En behalve dat het leerzaam is, is het ook wel handig om het met andere mensen te delen. Wat gaat er gebeuren? Uiteindelijk gaat alles in Kei. Nou, dat is een zekerheid en ik heb niet het gevoel dat de minister nog teruggaat. Waar hebben we het dan over civiel? Civiel hebben we het over verzoekschriften en over dagvaardingen. Dagvaardingsprocedures, zou ik maar zeggen. Dus, hoe noemen we dat? Dat zijn vorderingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Zo gaan we dat in de nieuwe wet noemen. En het grappige is, die dingen kunnen tegelijk worden ingeleid en dan heet het een gecombineerde procedure. Dus je kunt een verzoekschriftprocedure en een dagvaardingsprocedure kunnen we op termijn met 1 procesinleiding inleiden. En als het op een gegeven moment de bedoeling is van de rechtbank om dat te splitsen, dan wordt dat gesplitst. Maar het zou ook zomaar als 1 kunnen worden afgedaan. De regelgeving is hier al helemaal op ingericht. Als we de wet lezen, zien we dat. Wat gaan we vandaag doen? Alleen maar de vorderingsprocedure behandelen. En waarom alleen de vorderingsprocedure? Omdat de verzoekschriftprocedure, zoals het er nu naar uitziet, pas in 2019 wordt ingevoerd. Dus we hebben nog even en we concentreren ons nu alleen maar op wat belangrijk is, althans wat wij belangrijk vinden. 1 november 2016, dus afgelopen november mochten we in Gelderland en Midden-Nederland vrijwillig procederen. Dat kunt u dus ook doen. Het is niet mijn taak, maar ik heb ook geen behoefte om een reclamezuil te zijn voor Kei. Kei is gewoon werkelijkheid en dat moeten we gaan doen. Ik ben er redelijk positief over. Maar als u denkt van laat ik het eens proberen,
Waarom niet gewoon een forum kiezen voor Midden-Nederland of voor Gelderland? Ook al speelt het zich af in Breda of Den Bosch of waar dan ook. En probeer het. Maar je zou het kunnen doen. Het voordeel is trouwens dat ze, denk ik, nu binnen de rechtspraak in Gelderland en Midden-Nederland daar zoveel aandacht aan geven. Dat je veel sneller door die procedure heen gaat dan bij een gewone dagvaardingsprocedure. Moet je wel een verweerder hebben die daar aan mee wil werken natuurlijk. Voor deze zomer is het de bedoeling dat we verplicht gaan procederen in Midden-Nederland en Gelderland. Dus dan krijg je misschien, daar ben ik wel een beetje bang voor, de omgekeerde ontwikkeling. Dat er mensen forum kiezen voor bijvoorbeeld Den Bosch om maar onder kei uit te komen. Sorry Celinde, maar ja, je weet maar nooit hoe dat... Of, maar het zou zomaar werkelijkheid kunnen zijn. Wat verandert er nou voor ons? En wat verandert er nou voor de rechtspraak? Want deze cursussen die worden natuurlijk... Niet alleen hier gegeven, maar ook al die rechters moeten eraan wennen. En dat hebben we in het advocatenblad van januari nummer 1, advocatenblad nummer 1, kunnen lezen voor diegenen die het met cellofaan hebben weggegooid. Proberen weer te achterhalen, want er staan twee goede artikelen. Eén over hoe de rechtspraak ermee omgaat en één hoe wij ermee om moeten gaan. En over het aansluitpunt waar ik straks wat meer over vertel. Wat verandert er nou voor ons? Nou, één, de dagvaarding. De dagvaarding die noemen wij nu dagvaarding en die heet dus vanaf 1 november in Gelderland en Midden-Nederland een procesinleiding en een oproeping. Want een dagvaarding is eigenlijk onze huidige procesinleiding en de oproeping is onze huidige oproeping. Dus het wordt allemaal duidelijker taal. Aanbrengen heet indienen, dat heeft Celinde net gezegd. Stellen, dat wordt verschijnen, de rol... Die wordt afgeschaft. De termijnen in het rolreglement, die staan in de wet. Dus dat is makkelijk. Dat hoeven we niet meer in het rolreglement te kijken. De conclusies, die heten allemaal processtukken. De comparitie, die wordt een mondelinge behandeling. Dus alles wordt gewoon normaal Nederlands. Behalve wat met de automatisering te maken heeft, dat wordt normaal Engels. Pleidooi, wist u dat al? Daar bestaat geen recht meer op. Afgeschaft. Ik heb wel begrepen, je kunt er wel om vragen. Maar de vraag is of je hem krijgt. En we hebben hier een rechter. De leidelijkheid, daar hebben we het net even over gehad. En die leidelijkheid, die wordt afgeschaft. Dus let op. Het lijkt alsof we met een terminologische exercitie bezig zijn. Maar nee, de wet verandert. Ik heb twee keer de moeite genomen om de wet helemaal te lezen. En... Dat kan ik u allemaal aanraden tegen de tijd dat het nodig is. Er is wel een ander punt. Ik heb de wet de eerste keer gelezen toen een tijdje hier niet mee gewerkt. En toen was ik echt wel weer vergeten hoe het nou precies zat. Want het is zo op sommige punten fundamenteel anders dan wat we nu doen. Nou, dat onthoud je wel. Maar de genuanceerde veranderingen ten opzichte van wat wij nu doen, die onthoud je niet. En daarvoor heb je elke keer die wet nodig. En je vindt het in de wet op twee plekken ergens rond... De artikel 30, dat is zeg maar waar je de inhoud van de procedure zit. Hoe gaat dat? En ergens bij die 110, 111, 112, 113, 114, 115. En dat zijn de formaliteiten voor de inleiding en de oproeping. Wat verandert er nog meer? Celinde heeft het al genoemd. Er is een nieuw procesreglement. Dat heet dus ook geen rolreglement meer. Volgens mij heette het al geen rolreglement. Het nieuwe procesreglement, daar ben ik zelf niet heel erg enthousiast over. Het is 40 pagina's en je moet het in kleur printen. Je kunt het van het scherm lezen, maar je moet te vaak bladeren, zodat je elke keer moet scrollen. Dat vind ik onhandig. En het voordeel van het procesreglement is dat het helemaal al is ingesteld op dat... verzoekschriftprocedures erin zitten, dat dat al is ingevoerd en het appel is ingevoerd. Dus het gaat overal over. Het nadeel is dus dat als wij hiermee gaan werken, dat we maar een beperkt deel van dit procesreglement nodig hebben. Dus wat is handig, en daarom moet je het in kleur printen, en dat kan je hier met dit goede licht ook al niet zien, om maar even een idee te geven, en u kunt het echt niet zien, een deel is zwart en een deel is lichtblauw. Het lichtblauwe is dus nog niet in werking getreden en het blauwe wel. Ik heb het geprobeerd praktisch toe te passen en dan kom je er wel uit. Maar dit vergt toch wel nadere studie. Omdat er
Ja, omdat het nou eenmaal... Ja, ik heb het wel eens geroepen. Je moet daar echt even aandacht aan besteden. Zelf zou ik denken, waarom maken we niet gewoon een tekst? Dat kan je zelf doen, alle blauwe tekst uithalen. Van wat er nu geldt en dan is het iets hanteerbaarder. Maar let op, dit is ongeveer het tweede wat je moet downloaden als je zo'n procedure begint. Nou heb ik hopelijk dat ding wel op de goede volgorde. Dat is even over ons nieuwe procesreglement. En het gaat weer wijzigen. En dat is wel een mooi voordeel van de wijziging, nieuwe wijziging die eraan zit te komen. Dat is absoluut nieuw voor mij, heet van de naald. En daarom is het zo leuk dat bij de vorige presentatie was het nog niet zo. En het gevaar van zo'n presentatie is, je denkt, je hebt het al gegeven, dus ja, ik weet wat ik moet zeggen. Maar wat aardig is, we hebben ergens zo'n aanleiding van onze proefzaken, hebben we een brainstorm sessie gehad met de rechtspraak over hoe je de documenten die je gaat uploaden moet benoemen. Wat voor naam moet je ze geven? Nou, die brainstorm heeft kennelijk geleid tot een voorstel dat nu wordt verwerkt in het procesreglement. En daaraan zie je dat er in de samenwerking tussen rechtspraak en advocatuur in ieder geval hard gewerkt wordt aan het werkbaar en leesbaar houden van dossiers. Dan loop ik even met u door hoe eigenlijk zo'n zaak wordt opgebouwd. Want zo'n zaak begint met een inleiding. Nu begint een zaak met... Nou ja, laten we even vergeten dat je eerst ruzie moet trappen met een wederpartij en dat het zover moet komen dat niemand wat wil regelen en dat je dan eindelijk aan die dagvaarding gaat zitten. En toen ik in de auto stapte om hierheen te komen, toen was ik bezig met een dagvaarding. En ik zat in de standaardteksten, maar ik zat ook echt te handelen met producties. En toen dacht ik echt, het is toch wel leuk dat ik dan vanavond voor u mag staan. Want ik had echt wel door op dat moment wat er ging veranderen. Ten eerste, het ziet er heel anders uit. Ten tweede, je moet de producties totaal anders voorbereiden. Ik was de producties één voor één aan het uitprinten en aan het voorzien van een labeltje en nummeren. U kent het wel, zodat Repro dat allemaal kan verwerken. Repro is gewoon onze secretaresse. En dat wordt dus anders, want die dagvaarding is dus niet meer dat model wat je pakt met al die aanzeggingen. Nee, je hebt een procesinleiding. En een procesinleiding, dat zijn eigenlijk vakjes die je invult alsof je een klacht hebt bij een gemiddelde webwinkel. En met wat was het, 19.999 karakters per veld. En hoe ga je dat nou praktisch doen? Praktisch is het denk ik, word je een hele hoop werk uit handen genomen. Want dat hele begin met heden de en zo, dat kunnen we vergeten. Dat komt straks vanzelf uit de computer bij een van die vragen. Was het, hè? Wie maakt nou de procesinleiding? Nou, die maken wij niet. Die maakt de computer van rechtspraak. En weet u wel, al die vereisten van de inhoud van een dagvaarding die nu in de wet staan. Wat moet erin staan? Naamgedaagde, woonplaatsgedaagde, noem maar op. Al dat soort dingen. Dat staat in artikel 30a, wat we nu nodig hebben. Staat gewoon het rijtje. Maar als je gewoon die velden doorloopt bij het maken van een zaak. Dus dat klik je op nieuwe zaak. En dan in die velden krijg je vanzelf al die vereisten uit die wet. Ja, je moet het dan wel goed invullen. Want als je dat niet doet, dan voldoe je nog steeds niet aan de wet. Dus als je de naam verkeerd invult, dan dreigt er natuurlijk wat we nu noemen nietigheid. En dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wat ik vertel is dus eigenlijk, ik neem u mee door een zaak heen. Van begin tot het einde. En het leuke daarvan is dat je de verschillen ziet ten opzichte van wat je nu doet. Het interessante ervan is dat we het via mijn rechtspraak. Mijn rechtspraak is het, hè? Ja, mijn rechtspraak doen. Mijn zaken doen. En het alternatief is dat je het dus doet met een aansluitpunt. Dat je geautomatiseerd informatieuitwisseling doet tussen het kantoor en de rechtspraak. Dat heeft ongelooflijk veel voordelen. En daar ga ik straks wel wat over zeggen.
Maar ik heb het gevoel dat het goed is voor iedere advocaat om in ieder geval een beetje te weten wat er in mijn zaken gebeurt. Zodat je ook weet wat er gebeurt als je met zo'n portal werkt. Met zo'n aansluitpunt. Eigenlijk, dat klinkt een beetje uit de oude doos, eigenlijk zoals je vroeger op de rol een beetje leerde hoe de rol in elkaar zat. En later dat op afstand digitaal kon doen. Nou, dat is een beetje wat we doen. We hebben dus de inhoud van de procesinleiding, die wordt door de website verzorgd. De vorm, die verzorgt Kei. Dus dat betekent dat Kei het opmaakt zoals we hebben gezien in de sheets van Celinde. En dat is even wennen, want het is niet wat wij gewend zijn. En van veranderingen houden wij per definitie niet. En wat al genoemd is, er is geen verplichte betekening. Dus wat ik bedacht toen ik hierheen reed, is ja, ik was met die dagvaarding bezig. Het is nog niet af, dan moet ik morgen mee verder. Maar in een nieuwe leven onder Kei had ik die dagvaarding, hè, het oproepingsbericht, had ik natuurlijk als ik de zaak had ingediend volgens artikel 112, 112 moet u onthouden, had ik dat oproepingsbericht kunnen uitprinten, meenemen en hier kunnen geven aan de advocaat van de wederpartij als hier ook was. Dat is het ter hand stellen van een oproepingsbericht. Je kunt het ook inderdaad op andere manieren doen, maar dat zou kunnen. Alleen het risico is dan dat als de gedaagde, de verweerder, niet verschijnt, dat je dan niet meteen verstek hebt en dat moet je dan allemaal repareren. Dus daar is een deurwaarde toch handig voor. Maar die 112 en 113 kom ik zo op terug. Dit plaatje hadden we al gezien. Het grote voordeel trouwens van en het werken met mijn zaken is dat ik, sinds ik in het project zit, mijn pincode van mijn advocatenpas echt uit mijn hoofd weet. Het is niet meer dat ik nog maar één keer per jaar die pincode nodig heb voor de CCV. Want dat was vroeger zo, nu heb ik hem echt nodig. En dan weten we het. Nou, ik heb al gezegd dat ik iets zou zeggen over mijn zaken en het aansluitpunt. Ontegenzeggelijk voordeel van mijn zaken is dat je ouderwets bij wijze van spreken ziet hoe je een zaak opbouwt. Ik zou in ieder geval even lezen in, dat had ik al gezegd, in advocatenblad nummer 1 van dit jaar, iets over de aanbieders van een aansluitpunt. Wij als kantoor hebben besloten met een aansluitpunt te gaan werken. De reden daarvoor is dat bij mijn zaken log je in met je advocatenpas. Je kunt mensen machtigen, andere advocaten machtigen, om in jouw zaken te kijken. Maar je logt elke keer namens jezelf in, of je logt in namens iemand door wie je bent gemachtigd. Dus je kunt niet met één keer inloggen, kantoorbreed naar de zaken kijken. Nou, als iets handig is, is het één keer inloggen en alle zaken zien. En niet voor elke advocaat apart moeten inloggen. Dus daarvoor alleen al is het aansluitpunt handig. Het is ook handiger voor de termijnbewaking binnen organisaties. Nou, ik zit op een kantoor met 10 advocaten. Dus het is ook weer niet zo dat aansluitpunten alleen maar voor grote kantoren interessant zijn. Nee, wij hebben daartoe besloten. Kijk, procederen is toch een soort hoofdtaak. Hè? Het is eigenlijk het belangrijkste wat wij doen binnen een kantoor. Alhoewel sommige mensen dat niet vinden. Maar het is toch één van je belangrijke dingen. En daarom, het kost wel geld trouwens. Daarom investeren we er wel in. Ik denk dus nogmaals dat het goed is om zelf, of je nou met een aansluitpunt gaat werken of niet, ook even met mijn zaken te werken. En wat ik heb begrepen is dat de aanbieders van aansluitpunten het zo ingeregeld hebben dat het niet uitmaakt of je nog zelf wat doet in mijn zaken, of dat je het alleen via het aansluitpunt doet. Dat gaat goed, schijnt. Dit zijn de aanbieders van het aansluitpunt, voor zover ik ze nu ken. Als ik iemand vergeten ben, excuses. Ik ga niet zeggen met wie wij aan het praten zijn en met wie wij overwegen in zee te gaan. Want dan worden de prijsonderhandelingen wat slechter voor ons. Maar even het verschil. Er zijn dus aanbieders die doen specifiek
het aansluitpunt. En er zijn aanbieders die hebben dit als een soort aanhangsel, een plug-in op hun bestaande geïntegreerde advocatenadministratiepakket, zoals BaseNet en Advocaat Centraal. Dus daar krijg je het bij. De vraag is alleen, moet je dan extra betalen of niet? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Deze hadden we, dacht ik, al. Het inloggen met advocatenpas. En waar kom je? En dan komen we bij een pagina. Dit is eigenlijk je startpagina. Dus als we bij mijn zaken inloggen, dan komen we hier uit. En dat heeft Celinda al laten zien. En ik kan het hier laten zien. Bij de startpagina zitten we. En dan zien we 4 of 3 tapjes ernaast. Zaken, taken en berichten. En daar moeten we even aan wennen. En als er nou 1 ding is dat je als advocaat vanaf het moment dat je in KEI zit, en dat kan voor iedereen anders zijn. Ik hoop binnenkort echt mijn eerste eigen echte KEI-zaak te kunnen doen. Dan zijn de zaken. Dan zijn de zaken, de taken en de berichten. Dat zijn echte tapjes die je eindeloos veel gebruikt. De meest recente berichten is ervoor gekozen om die op de eerste pagina te zetten. Maar zelf als gebruiker heb ik mij aangeleerd om altijd als ik inlog te kijken bij in ieder geval de taken en berichten. Want wat zijn de taken? Taken zijn daadwerkelijk, laat ik het maar noemen, workflows die bij jou op je bordje liggen. En daar zitten termijnen aan vast. Een taak kan zijn, als je een zaak hebt aangemaakt, dat je de wederpartij, de verweerder, moet oproepen binnen een bepaalde termijn. Als je een verweerder hebt opgeroepen, dan moet je het bewijs van oproeping moet je uploaden. Dus bijvoorbeeld als je oproept volgens, even technisch, artikel 112 lid 2, dan moet je na betekening, moet je het explode van betekening, moet je uploaden. En niet vergeten te uploaden. Dus daar zitten die termijnen in. En daarom is het voor organisaties, voor advocatenkantoren goed en makkelijk dat dat gecentraliseerd is. Dat je een soort double check hebt. Maar je zult het zelf in de gaten moeten houden. Het andere tabblad, berichten, wat er ook staat, dat is eigenlijk een beetje dubbel, maar je moet er ook altijd in kijken. De berichten die hier staan, die staan ook onder dat tabblad, bedoel ik, die krijg je dus ook per e-mail. Maar ja, e-mail is lastig. Hoe hebben wij dat op kantoor ingeregeld? Wij hebben dus niet 1 e-mailadres voor alle berichten van de rechtspraak. Wij hebben, je gebruikt gewoon je eigen e-mailadres. Maar we hebben een rule binnen de mailserver ingesteld dat alle berichten van mijn rechtspraak of van rechtspraak ook in een centrale mailbox komt die door secretaresses wordt bijgehouden. Je krijgt een notificatie dat er een bericht is in de e-mail, ja. En dan kan er, precies, heel goed, dat wordt even gecorrigeerd. Ik zei het net iets verkeerd. Dan gaan we nog verder met de procesinleiding. Ik dacht dat het even een notificatie was dat ik halverwege was, maar dat... Ben ik dat? Ja, ik ben ook halverwege, ja. Procesinleiding. Indienen. Indienen, had ik gezegd, hè, dat is een nieuwe term. Indienen is dus een zaak introduceren bij de rechtbank. En let op, die knop, er is al een paar keer voor gewaarschuwd, de knop indienen, er komt geen pop-up. Het is wat ze bij Amazon noemen one click buy. Als je erop klikt, dan ben je het geld verschuldigd. Ja. Budget, dat is het verdienmodel van de rechtspraak. Jullie kunnen, we mogen er wel om lachen. Okay. Die knopjes. Verplicht is het om, verplicht, hè, als je ingediend hebt, is het om de verweerder op te roepen binnen 2 weken. Want de zaak is aanhangig. Die verweerder moet wel weten dat hij aanhangig is. Want het aanhangig maken van een zaak kan rechtsgevolg hebben en dat moet de verweerder toch op een gegeven moment weten. Intrekken, dat is een leuke.
een intrekker van een zaak kan totdat de verweerder verschijnt. Nou, even terug. We roepen een verweerder op. Of we dat nou bij Explode doen of bij Baksteen. Maakt mij niet uit. Hoe roepen we de verweerder op? Met een oproepingsplicht. Maar bij het maken van de zaak mogen we zelf bepalen op welke termijn we de verweerder oproepen. Dat moet zijn binnen een periode van 4 weken. Ik moet zeggen tussen 4 weken na de indiening en 6 maanden na de indiening. In die periode, je mag dus kiezen een datum in de periode waarvoor de verweerder zich moet melden. Meldt de verweerder zich niet, stelt de verweerder zich niet, zou ik willen zeggen, maar dat mag dus niet meer onder het nieuwe recht. Dan kunnen we hopen dat er verstek wordt verleend. Dan moet er wel deugdelijk zijn opgeroepen en dan moet je ook nog eens een keertje dat Explode tijdig hebben geüpload. Maar daar komen we straks op als we nog tijd hebben. Je kunt bijvoorbeeld als de verweerder voldoet aan de eis, voordat hij zich heeft gesteld, dat zou zomaar kunnen, kan je de zaak weer intrekken. Nou, hoe gaat dat nu? Je dagvaart op lange termijn, je hoopt dat er betaald wordt en je brengt die zaak nooit aan. Dat zit er dus niet in, want je hebt op die knop indienen gedrukt, je bent dus €5.000 griffierecht kwijt als het om veel geld gaat. En oh jee, de verweerder betaalt. Ik was mijn €5.000 griffierecht kwijt en ik had toch echt die zaak nodig als drukmiddel. Dan kan je dus gelukkig je zaak intrekken, maar je krijgt maar 2/3 van het griffierecht terug. Dus 1/3 van je maximale €5.000 ben je gewoon kwijt. Dit is ook een verdienmodel van de minister. En de reden, daar is naar gevraagd, waarom eigenlijk? De reden is dat kennelijk er behoefte aan is om het rechtelijk systeem te gebruiken om betalingen af te dwingen of zo. En daar mogen wij toch wel wat van mee profiteren, want het is best wel een duur systeem. Dus dat is wel een puntje, maar daar is wel een middel op. Dit is trouwens zo'n procesinleiding, om het even te zien. Kijk, dit is dus wat wij vroeger de dagvaarding noemden en wij maken hem niet meer. Dus dit is wel heel fijn om te zien. En om de linkerkant van de zaal even te laten zien. Belang van de zaak, wat vordert de eisende partij? Wat zijn de gronden? Dus dit is, je krijgt eerst de petitum, heel logisch. Daarna krijg je de romp, namelijk de gronden. En dan krijg je de bijlagen. Dat zijn dus de producties. En wat is nou, dit is dus eigenlijk de vervanging van de dagvaarding. Dus in een echte serieuze zaak zijn het meer pagina's. En ook het bekend verweer moet genoemd worden. Dus dat is allemaal voor iedereen wel herkenbaar. Toch? Alleen, we moeten even wennen aan hoe het er uitziet. Nou, dat oproepingsbericht, dat zou ik dus hier kunnen overhandigen aan even u, maar ik kan het ook laten betekenen. En als je het laat betekenen, dan moet je dus het betekende Explode moet je uploaden. En dat moet je doen voor de laatste dag waarop de verweerder volgens de oproeping mag verschijnen. Want dan kan de rechtbank alleen maar beoordelen of het deugdelijk is opgeroepen en of er reden is om verstek te verlenen. En als er verstek wordt verleend, dan kan dat verstek nog gewoon gezuiverd worden, zoals nu, tot het moment dat de uitspraak wordt gedaan. En de uitspraak wordt gedaan, las ik in het procesreglement, 4 weken na de laatste dag waarop de verweerder zich had kunnen verschijnen, hè? Ik wil zeggen, zich had kunnen stellen. En er staat ook in het procesreglement dat het verstekvonnis niet eerder dan die datum mag worden uitgesproken. Dus dan weten we in ieder geval dat we net als vroeger, dat kunnen we wel doen, net als vroeger kunnen we gewoon verstek laten gaan om een beetje termijnen te rekken. Maar let op, als je verschijnt, moet het verweer binnen 6 weken na verschijning worden ingediend. Daar gelaten natuurlijk de mogelijkheid om uitstel te vragen als je dat krijgt. En die termijn gaat dus lopen, hè? Ik bedoel, als ik vandaag een oproeping doe uitgaan, dus ik overhandig het hier, en de wederpartij die verschijnt morgen,
dan betekent dat dat die termijn van 6 weken ook morgen gaat lopen. Dat is voor de verweerder, nou ja, die kan nog nadenken, ik wacht even met verschijnen. Maar ook de zitting die er altijd komt, wordt dan ook eerder bepaald. Dat moeten we rekening mee houden. Ik kom nu aan het verschil tussen oproeping 112 en oproeping 113. Een van de dingen die wij op kantoor al vrij snel hebben besloten, is om 112 voor het overgrote deel te vergeten en eigenlijk gewoon met 113 te gaan werken. Dat is niet het resultaat van een absoluut fantastische lobby van de deurwaarders. Want met 112 heb je niet per definitie een deurwaarder nodig. Overigens, als je zeker weet dat er vrijwillig wordt verschenen, dan heb je die deurwaarder echt niet nodig. Maar als je dat niet zeker weet, dan is 113 wel een groot voordeel. Wat gebeurt er als je oproept met 100 gezondheid? Wat gebeurt er als je oproept met 113? Dan maakt de deurwaarder, die maakt de zaak aan. Die maakt eigenlijk het oproepingsbericht. En dat gaat op de precies dezelfde manier als bij mijn zaken. Alleen in dit geval moet je de petitum en de gronden moet je aan de deurwaarder sturen. Die zorgt dat het wordt betekend. Dus hij krijgt uit zijn computer een oproepingsbericht. Dat oproepingsbericht wordt dus voorzien van het zaaknummer en een andere code waarmee de verweerder kan verschijnen. Alleen de zaak is dan nog niet aanhangig. De zaak is nog niet ingediend bij de rechtspraak. Dus als er termijnen zijn, vervaltermijnen, noem maar op, dan werkt dit niet. Dus bijvoorbeeld als je beslag hebt gelegd en je moet binnen 14 dagen moet je de zaak aanhangig hebben gemaakt. Dan moet je wel opschieten en dan is misschien 112 beter. Omdat je dan met het indienen de zaak aanhangig hebt gemaakt. En dat gebeurt bij de oproeping pas later. Want wanneer gebeurt dat? De deurwaarder maakt oproepingsbericht. En dan moet binnen 5 dagen volgens het procesreglement de oproeping zijn betekend. Het oproepingsbericht zijn betekend. En dat moet dan binnen 24 uur of binnen 1 dag moet dat worden geüpload in het systeem. Althans moet de zaak worden ingediend. En dan pas na indiening is die zaak aanhangig. Wat is het voordeel van 113? Die deurwaarder doet wat hij nu ook doet voor ons allemaal. Hij doet uittrekseltjes GBA, hij doet KVK, hij doet al die dingen waar ik zelf elke keer bijvoorbeeld bij zo'n uittrekselkamerverkoophond, als ik zelf dat laat doen, dan denk ik elke keer, jee, weer 2,65. En dat zijn niet de ruimste bedragen, maar Hollanders als we zijn, ik kom van boven de rivieren, denk je toch elke keer bij zo'n uitgave, dat is toch weer geld. Dus dat is één afweging, maar het zit namelijk in het tarief van die dagvaarding. Maar het tweede is, je voorkomt ook een hoop fouten. Ik had van de week ook nog dat ik een tikfout maakte in de naam van een wederpartij. Was ook best wel een ingewikkelde naam. En die deurwaarder haalt het er toch weer uit. Dit is zo'n oproepingsbericht. En wat is, even kijken, is dit nou het oproepingsbericht waar ik alle tekeningen bij heb? Wat is nou belangrijk bij het oproepingsbericht? Belangrijk zijn 2 punten. Dat is namelijk tegen welke datum je oproept. Het staat niet op deze, maar ja, hier. De advocaat moet zich uiterlijk op 13 oktober 2016 melden bij verweerschrift. En er is een toegangscode, ik maak hem straks duidelijker, waarmee de verweerder naar zijn advocaat kan gaan en kan zeggen, kijk, ik heb een oproepingsbericht en wij moeten ons stellen. Even die 112, dat heb ik gezegd. Voor verweerder dient een termijn voor verschijnen te worden gesteld van tussen de 4 weken en 6 maanden. Je moet dus even een datum prikken. Je denkt, als ik haast heb, doe ik 4 weken. En als ik denk van het mag op langere termijn, dan doe ik 6 maanden of iets ertussen. Binnen 2 weken na indiening moet er opgeroepen worden bij Exploit of op andere wijze. En wordt bij Exploit opgeroepen, dan moet je uiterlijk op de laatste dag van de termijn dat ding op uploaden. Wat is belangrijk, wordt op een andere wijze opgeroepen dan bij Exploit. En verschijnt de verweerder niet. Als de verweerder verschijnt, krijg je trouwens zo'n berichtje. Hè? Dan krijg je zo'n e-mailtje dat er een berichtje is. In de berichtenbox staat het. Maar als de verweerder niet verschijnt,
dan heb je vanaf de laatste dag van de termijn heb je 2 weken om de verweerder alsnog bij Exploit te laten oproepen. Doe je dat niet, dan volgt er een niet ontvankelijk verklaring. De oproeptermijn wordt in dat geval wel met 4 weken verlengd. Dus dat betekent dat je, zeg maar, als je op de laatste dag of de achterkomt dat er niet is verschenen, of na de laatste dag achterkomt dat er niet is verschenen, heb je dus die 2 weken. En je hebt dan nog maar maximaal 4 weken voor oproeping om te benoemen dat de verweerder moet verschijnen. Bij die 13, dat had ik gezegd, hè, de deurwaarder maakt het oproepingsbericht. En dat het voordeel nog van de 113. Nu kennen we een dagvaardingstermijn van 8 dagen. Hè. Je mag behoudensverkorting van de termijn door de voorzieningenrechter. Mag je dagvaarden op een termijn van tenminste 8 dagen. Bij 112 is dat de kortste termijn 4 weken. En bij 113 is de kortste termijn 2 weken. Er geldt, even kijken, op, ja, dan is het aardige, je moet na oproeping onmiddellijk indienen of onverwijld, staat in de wet. En dat is een aardige. Kent u het systeem? Je laat een dagvaarding uitbrengen en je hoopt dat de gedaagde alsnog vrijwillig voldoet aan de vorderingen. Kent u? Wie doet dat wel eens? Ik doe dat wel eens. Ik wil dat bekennen. Een dagvaarding uit. En dan hopen dat er alsnog iets betaald wordt of beweging in komt en onderhandeld wordt. En dan maar hopen dat je die zaak niet hoeft aan te brengen. Doet niemand dat hier? Ja, oké. Okay. Ik doe dat regelmatig. Om maar niet te zeggen doorlopend. Ik zie hier niemand die ik tegenover mij heb in procedures. Maar het aardige is, dat gaat dus niet meer. Als je oproept via 113, nou, dat is echt het dreigende moment. Hè. De deurwaarder komt langs en oh jee, er is echt een zaak met een oproepingsbericht. Dan moet die zaak binnen 5 dagen daarna worden ingediend en kutsching, dan ben je €5.000 kwijt. Dat is een hele goede vraag. Wat is de sanctie als dat niet gebeurt? Dat is een hele goede vraag. Dit staat, er is geen sanctie, want het staat alleen maar in het procesreglement. Maar ik ben toch benieuwd, en ik heb voorgesteld om daar nou eens toch maar eens even een ballonnetje in een proefprocedure over op te laten, om te kijken wat er gebeurt als de rechtbank wel een sanctie toepast. Want dat zou zomaar kunnen. De rechtbank zou kunnen zeggen, oh, niet ontvankelijk. Maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En ik, de rechtbank moet het weten dat het is gebeurd. Precies. De rechtbank ziet in het systeem wanneer die zaak is aangemaakt. En ik wacht erop dat ik een zaak bij Celinde heb en dat zij dan zegt, Tan, jammer, je cliënt niet ontvankelijk. Nou, maar we laten het weten. Want we hebben al een cassatieadvocaat bereid gevonden die hier kosteloos mee wil werken. En dat is geen grap, dat is zo. De code, wat is nou belangrijk voor verschijnen? Dit is iets wat wij moeten weten. In de oproepingsbrief staat een code. Met die code kan een advocaat inloggen. Die kan het hele dossier zien. Maar die stelt zich er niet mee, die verschijnt er niet mee. In de oproepingsbrief staat de termijn voor verschijnen. Moet je dus niet laten verlopen. Of je moet het aan laten willen komen op verzuivering van het verstek. En de termijn voor verweer, die staat er ook in genoemd. Dat is 6 weken, maar die staat in de wet. Dus ja, je moet toch met zo'n oproepingsbericht naar een advocaat. En die weet het echt wel uit zijn hoofd. Hier staat dus die code. Hele mooie code. Die code, er komt een cliënt bij u. En het eerste wat u moet zeggen is, ik wil die dat oproepingsbericht hebben. Hier met die code kunt u met uw advocatenpas inloggen op mijn zaken en dat dossier, dat hele dossier downloaden. En dit moet u in de gaten houden, de datum van verschijnen, maar dat wist u al. Dus hoef ik u niet te vertellen. Na verschijning, oh ja, even die code, hè. U kunt het hele dossier inzien en dan zegt u, weet u wat, ik doe die zaak niet. U heeft uw voorschot niet betaald.
dan moet de cliënt naar een andere advocaat. En dan vraagt die advocaat, hè, die heeft dat hier gehoord, mag ik dat oproepingsbericht van u? En dan zegt de cliënt, of ik ben het kwijt, of de cliënt zegt, hier heeft u het. En in dat laatste geval is het makkelijk, want u denkt, oké, ik ga even inloggen. Code werkt niet, want die is eenmalig geldig. Wat moet u dan doen? Dan belt u de hulplijn van de rechtspraak. En die hulplijn die kent u binnenkort echt, want die staat ook op de website. Er staat precies wie het zijn, wanneer ze bereikbaar zijn en welk nummer u moet draaien. En dan krijgt u een nieuwe code. Dus dat scheelt. Als de brief kwijt is, denk ik ook. Maar dan hebben we weer een ander probleem, want dan weten we vaak niet om welke zaak het gaat. Maar daar kunnen ze u wellicht ook bij helpen. De hele zaak, als u verschijnt, bent u net als bij een nieuwe zaak, bent u gewoon griffierecht verschuldigd. En tijdig betalen, hè, want dat is net als bij bestuursrecht ontvankelijkheidsprobleempje als dat fout gaat. De zaak, die kan je zien in mijn zaken, die verschijnt dan als je verschijnt. Hè. Die zaak verschijnt in je dossiers als je bent verschenen. En berichten over die zaak die komen meteen in uw berichteninbox, want u moet binnen 6 weken moet u verweer indienen. En dan krijgt u zo'n e-mailtje, er is een nieuw bericht voor u. En dat is dus heel irritant, want bij die FOP-zaken kreeg ik dus elke keer die e-mailtjes, maar ik wist dus niet waar het over ging. Want je weet die nummers niet uit je hoofd, ook al zijn het er heel weinig, en je hebt geen idee wat je moet doen. Dus je gaat elke keer maar weer inloggen. En let op, de verstekregeling die is onveranderd, had ik al gezegd. Dus dat is wel fijn dat we dat nu weten. Dit is nou het zakenoverzicht. Hier zien we, op dat moment had ik 3 zaken kennelijk. En u ziet de status van de zaken. Dat is wel handig. We kunnen dus gewoon ordenen op soort zaken, gerechten. Nou, dat is nu vrij makkelijk, want we hebben maar 1 soort zaken. Dat is civiel vorderingen en nog geen verzoekschriften. En we hebben maar 2 gerechten. Dus dat is vrij makkelijk. En als je klikt op zo'n zaak, dan krijg je dus dat dossier. Dan krijg je ook alle dossiers. En nu een tip voor de praktijk. Het is heel belangrijk voor u om na te denken bij het voorbereiden van een zaak hoe de rechtspraak, de rechter, uw zaak ziet en uw processtukken. Het oproepingsbericht is anders dan een dagvaarding. Een dagvaarding kunnen we zelf opmaken met tapjes, met nummers, noem maar op. Als we gebruik maken van het vrije veld heb je 19.000 zoveel tekens, maar dat is een tekstveld. Hoe het eruit komt te zien weten we niet. Dat, als advocaat heb je daar geen gevoel bij. Dus wat doe ik met gronden? Ik kies ervoor om die zelf op te maken in een Word-bestand, die in een PDF op te slaan en vervolgens te uploaden. Ik ga niet in het vrije veld zitten. Dan heb ik mijn opmaak en dan weet ik tenminste hoe de rechter hem op zijn of haar bureau krijgt. Hetzelfde met de producties. De producties, daar schrijft het procesreglement voor dat elke productie als apart bestand moet worden geüpload. Vraag is, gaan we dat doen? Op dit moment, tot nu toe heb ik gezegd nee, want dan ben ik veel te veel documenten 1 voor 1 aan het uploaden in mijn zaken. Als je een aansluitpunt hebt, kan je het in 1 keer slepen. Maar dan nog, dan heb ik zoveel bijlagen. In het nieuwe procesreglement komt dus te staan dat het daadwerkelijk maar 1 productie per bestand mag zijn. Daar is een reden voor. Of is dat niet zo? Is dat toch weer van? Dat ga ik later horen. Ik zou het liever anders willen, maar op dit moment is het zo dat men het zo wil. En de vraag is, houd dan, wat gebeurt er als je het anders doet dan in het procesreglement staat? Ik ga dit nog niet uitproberen, want als we zien hoe die dossiers zijn opgebouwd, dan zie je ook daadwerkelijk dat het handig is om eerst die procesinleiding in je scherm te hebben en dan die producties. En dat scherm krijgen we van de rechtspraak en dat krijgt de rechter ook. En dat systeem, daar ging het dus net over, de aanpassing van het nieuwe procesreglement. Oh, verkeerde kant op. Daar moeten wij op inspelen. Het moet toch een beetje eruit zien als een normaal dossier. Dus dit is iets wat we moeten uitproberen zelf. Ik zie een vraag.
Kan ik het in één keer printen of moet ik 30 keer bij al die producties? Nou, kijk, wat de bedoeling is, er is een hele handige knop op het scherm. En die knop luidt dossier downloaden. Dan krijgt u alle stukken, download dat naar een directory. En dan kan je denk ik gewoon in de verkenner alles in één keer uitprinten. Maar anders is het één voor één. Ik moet even snel door de sheets heen. Tenzij er een dringende vraag is ergens. Maar, de rol en de termijnen. De rol is afgeschaft voor nieuwe zaken. Er blijft wel een soort roladministratie bestaan. Dus er zijn aanspreekpunten. En termijnen kunnen verlengd worden, dat is besproken. Maar de rol blijft voor de oude zaken natuurlijk voorlopig nog wel even doorgaan. De mondelinge behandeling, dat is een belangrijk punt. De mondelinge behandeling wordt het centrale onderdeel van de procedure. Voor ons is het altijd de dagvaarding en de conclusie van antwoord en daarna heb je de comparitie. Nu is het zo dat de wetgever bedacht heeft dat dit het middelpunt wordt en de rechter die krijgt een ruimere regiefunctie. Getuigen en deskundigen kunnen op deze zitting worden gehoord. Partijen mogen rechtstreeks vragen stellen aan andere partijen. Dat wordt heel leuk, maar hoe dat zich gaat uitwerken weten we niet. We hebben veel meer mogelijkheden bij die zitting. De rechter krijgt een regiefunctie. Dat betekent in hele simpele incassozaken, denk ik, hè, de standaardzaak, namelijk ik heb wat voor een ander zegt, er is niet deugdelijk geleverd. Ik denk dat dat allemaal wel losloopt en niet veel anders zal zijn dan nu. Maar stel je hebt een ingewikkelde zaak, een echte ingewikkelde zaak. Ik noem maar even mammoetstoof 4. Je bent al 3 keer naar de Hoge Raad gegaan en we hebben weer in die zaak iets nieuws gevonden. In zo'n zaak hebben partijen die al zo lang met elkaar in de clinch zijn misschien een voordeel bij een regierechter. Idee is dat je voordat je de zaak begint nadenkt hoe gaat de zaak verlopen. Vroeger was het zo, of vroeger tot nu. Je start een zaak en een zaak evolueert en er gebeurt van alles. En bij het einde van de zaak is het opeens een hele andere zaak dan waar je mee begonnen bent. Dat probeert men nu anders te doen, zo ervaar ik het. Je moet eigenlijk als je een zaak begint weten waar je heen wil. En als je specifieke ideeën hebt over termijnen, deskundigen, mensen die misschien snel gehoord moeten worden omdat ze anders omvallen. Dan kan je dat nu allemaal van tevoren mededelen aan de rechtbank. Bij je oproepingsbericht, bij je indiening kan je meteen al specifieke verzoeken doen. Bijvoorbeeld, wij willen graag op korte termijn, willen partijen een zitting om met de rechter te bespreken hoe wij omgaan met de implementatie van mammoetstoof 1 en 2 in deze vierde zaak. En hoe wij bijvoorbeeld bewijsafspraken kunnen maken. Dus rechters die kunnen daar een rol in spelen en krijgen ook een ruimere bevoegdheid. Rechters kunnen, ik hoop dat dat de volgende sheet is, want anders, die kunnen veel meer initiatief ook zelf nemen, maar kunnen ook veel meer doen met initiatieven die buiten het nu normale liggen van advocaten. Dit is een belangrijk zinnetje in de nieuwe wet. De rechter neemt ambtshalve of op verlangen van een der partijen alle beslissingen die nodig zijn voor een goed verloop van de procedure. Dus mijn gevoel is dat die leidelijkheid waar wij zo gewend aan zijn, maar die toch langzamerhand al een beetje weg hebte, dat die compleet wordt verlaten. Men wil een doelmatiger procedure. Dat opent dus ook de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. En ik raad iedereen aan om voorafgaande aan de procedure te kijken. Wat zou je nou kunnen doen? Ik betrap mij er nu nog steeds op dat ik gewoon maar begin te dagvaarden als een kip zonder kop en hoop dat er betaald wordt. En misschien kunnen we hier wat meer mee bedenken. Pleidooi. Schrikt dit u een beetje af? Of pleidooi, het maakt niet meer uit, hè? Je kunt pleidooi vragen. Alles heeft te maken met artikel 6 EVRM. We kennen het probleem. Dit hangt dus van die rechter af.
Vonnis, mondeling eindvonnis. Mondeling eindvonnis. Dat is leuk. Dat is iets heel erg nieuws. En dit heeft niet alleen maar met kei te maken. De verwachting is dat het mondeling eindvonnis ook voor de bestaande procedures, de gewone rolzaken, wordt ingevoerd bij ondertekening van het koninklijk besluit. En dan moeten wij er rekening mee houden dat ter comparitie of tijdens de mondelinge behandeling een vonnis wordt gewezen, mondeling. Nu is het op de comparitie wel eens zo dat een rechter zegt: zou u willen horen hoe ik erover denk? Nou, dat wil ik wel eens horen en soms ook niet. En hier kan de rechter zelf beslissen mondeling vonnis te wijzen met beslissing en gronden. Ja, beslissing logisch, maar met gronden. Iedereen moet verschenen zijn bij de mondelinge behandeling, dat is het. En het moet worden vastgelegd in een procesverbaal binnen 14 dagen. Die 14 dagen gaat dus keihard af van je appeltermijn. Dat u het even weet. Maar het is nieuw. Sommige mensen zijn er bang voor. En ik vraag me af of we er bang voor moeten zijn. Vonnis hebben we gezien, hè? Dat wordt digitaal ondertekend en per mail verstrekt. En voorlopig krijgen we nog een grosse per post, zolang de digitale grosse niet bestaat. Volgens mij ben ik met mijn versnelling heb ik weer te veel tijd ingehaald. Dan doen we gewoon nog een Kahoot. Zo ziet, want dit hebben we niet gezien, hè? We hebben net, Celinde heeft laten zien hoe de eerste pagina van een vonnis eruit ziet. Zo ziet gewoon de tweede pagina van een vonnis eruit. Daar verandert heel erg weinig aan. Dat blijft allemaal hetzelfde. En dat voorblad hebben we gezien. Dit is eigenlijk wat ik wilde vertellen, behalve dat ik nog een paar kleine uitsmijters had. En dat is dat... Even kijken, ik wat algemene tips heb die ik vorige keer heel goed kan lezen en nu niet, omdat of mijn ogen slechter zijn geworden of het licht hier wat minder. Wij even een tip voor u, voor of u nou met een aansluitpunt gaat werken of niet. En ik denk dat het een tip is voor de mensen die misschien even niet met een aansluitpunt gaan werken. Op dit moment heeft u een advocatenpas en niet zo heel lang geleden is het mogelijk geworden om iedereen overal voor te machtigen binnen het kantoor. Doe dat. Want wat gaat er gebeuren als u niet met een aansluitpunt werkt? Dat u op enig moment ergens op de ski staat en we hebben allemaal dat moment wel dat je 's nachts wakker wordt en denkt van oeh, ik heb een termijn die gaat verlopen. En dat je dan toch even iemand op kantoor moet bellen om iets te doen. En wat blijkt nou? Ik heb mijn advocatenpas altijd in mijn portemonnee zitten en mijn calculator altijd op kantoor liggen. Dus vanuit de sneeuw kan ik helemaal niets doen en niemand op kantoor, want ik heb niemand gemachtigd. Dus sinds het mogelijk is, machtigen wij op kantoor iedereen om overal in te kunnen. Dus dat is wel makkelijk. Je kunt natuurlijk ook je pas gewoon op kantoor laten en iemand anders de pincode geven. Maar dan krijgen we ruzie met Ruben, want die vindt dat dat niet mag. Van de Algemene Raad, die heeft niks over toezicht te zeggen, formeel. Maar je weet maar nooit. De termijnen. De termijnen, dat wordt even wennen. Ik dacht eerst van, ach joh, daar wennen we zo aan met die termijnen. We zijn de verzoekschriften gewend, dus die rol maakt niet uit. En toen ben ik even op gaan letten hoe wij binnen kantoor daar eigenlijk mee omgaan. En wij zijn nog steeds enorm gefocust op de dinsdag en de woensdag. Dat gaan we verlaten. De termijnen lopen af op maandagen of vrijdagen of alles wat ertussen zit. En zorg binnen kantoor dat er een systeem komt dat dat goed beheerd wordt. En dat er iemand anders is dan de advocaat zelf, of het nou een andere advocaat is of iemand van ondersteuning, die daarin meekijkt. Voor zover je dat nu niet al doet. Want het wordt allemaal, zeker in het begin, nieuw. En ik denk dat in het begin men nog wel een beetje helpt. Hè. Ik bedoel, zeker als je in zo'n proefzaak meedoet, dan
dan zullen ze wel hand over het hart strijken en zeggen dat het een verschoonbare termijnoverschrijding is. Maar op een gegeven moment wordt dat anders. En tenslotte, dit boekje heeft mij enorm geholpen bij het een beetje begrijpen wat de wetgever wil en wat er van ons verwacht wordt. Het is geen reclame om dat boekje aan te schaffen, maar in dat boekje staat gewoon de wet, de nieuwe wet afgedrukt. Ik heb het al gezegd, ik heb hem 2 keer van A tot Z gelezen en dat geeft je een veel comfortabeler gevoel dan dat je er gewoon pas in kijkt op het moment dat je een klant hebt die als verweerder wordt opgeroepen. Ik weet niet of er een herdruk uitkomt, maar als er eentje uitkomt, dan zou ik hopen dat het proces, dat het procesreglement erbij komt. Maar dat zijn de gewone tips en als u vragen hebt, dan hoor ik dat graag. Hier zie ik een vraag. In beginsel, dank. Ja. De vraag is of kunnen er taken zijn zonder dat er berichten zijn? Als je in mijn rechtspraak kijkt. Nou, in beginsel is het zo dat je geen taak krijgt zonder dat je daar een bericht van toegestuurd krijgt. Notificatie per e-mail. En die notificatie is dus alleen dat nummer. Maar het probleem is dat ik merk dat ik soms die notificaties over het hoofd zie. Als je een paar zaken hebt, en dat had ik al met 2 zaken op een dag, dan ben je eigenlijk al het spoor bijster als er een bericht binnenkomt. En dan weet je niet in welke zaak het is. Want je weet wel, je ziet het nummer, maar je weet het gewoon niet. Idee, vertrouw niet op de notificaties. Vertrouw niet op de e-mailtjes. Kijk regelmatig in die box. Ik zag daar nog een vraag. Pak je ook weer? Ja. De vraag is of documenten die geüpload worden beperkt mogen zijn in omvang. Ja, op dit moment is dat 10 MB en dat wordt verruimd. En hoe ga je daarmee om? Op dit moment ga je ermee om door het op te knippen. Maar 10 MB is voor een gewone PDF verdraaid veel, is mijn ervaring. Kom je helpen? Dit zijn ook meer vragen voor jou. Het wordt 25 MB.